Hi, Bart hier vanuit de legendarische Whistler Studios in Hilversum. Met een classic track op het mengpaneel. Metallica vandaag. En Nothing Else Matters. Naar verluid was James Hetfield aan de telefoon toen hij het liedje schreef, Nothing Else Matters. Had de telefoon aan zijn oor en dan kon hij maar met één hand spelen natuurlijk. En toen hij een beetje aan het pingelen was, terwijl jij en ik misschien op een briefje gewoon een tekeningetje aan het maken zijn, schreef hij Nothing Else Matters. Hij besloot snel op te hangen, gast, ik moet je terugbellen, ik heb volgens mij iets legendarisch gemaakt. En dit is echt wel de basis geweest voor die hele track. Als ik nu ook de drums alleen laat horen van Nothing Else Matters, dan kan ik ook, als ik dan meespeel, dan heb je wel... de signature sound van de grote hit van Metallica te pakken. Nou, James hing dus heel snel de telefoon op en schoot de studio in samen met zijn maatjes. Om 2 uur 's nachts begonnen ze aan de opnames van de track die denk ik wel hun leven veranderde. Daarvoor was het een metalband die nooit op de radio te horen was. En met deze track werden ze overal ter wereld gedraaid en werd het ook stukken makkelijker om te pinnen. Snapt u mij? Wat ik by far het mooiste vind van deze track van Metallica, dat zijn de violen. En begin jaren 90 zaten de strijkers er wel onder, maar ze waren bijna niet te horen. Want ja, ze waren wel een metalband, violen. Maar als je ze een beetje opschuift, als je ze wat harder laat horen, ik zal het even laten horen. Of misschien wel alleen los laten horen. Luister, ik doe alleen de violen. Dit is gewoon echt praktisch filmmuziek. Ze zijn zo mooi, laag erin. Maar je hoort ze bijna niet in het origineel. Later kwam natuurlijk die symfonische versie, die nogmaals een hit werd. En als je hier dan de gitaar bij aanzet, is het wonderschoon gewoon. Dit is toch prachtig. Ik kan hier echt de hele dag naar luisteren. NPO Radio 2. Open myself this way.